zijn nu in de periode van de spierkracht. In deze periode werd er gevochten met uitsluitend de spierkracht van mens en paard. En dat kan je zien aan deze Bataafse ruiter. Met behulp van zijn speren en zijn zwaard en zijn schild en alleen zijn spierkracht en dat van zijn paard werd aangevallen en werd er verdedigd. Deze ruiter draagt een mooi hemd dat bestaat uit 60.000 kleine metalen ringetjes. En dat beschermde hem tegen zwaardslagen. Maar toen de kruisboog kwam, die gingen de pijlen dwars door de maliënkolder heen. En toen moest er iets nieuws worden uitgevonden, en dat werd ook gevonden, het plaatharnas. Stalen platen werden op het lichaam van de mens gebonden en later ook van de paarden ter bescherming van alles. En met dat vertellen we het militaire verhaal van aanvallen en verdedigen. De uitvinding van het buskruid in China bracht weer nieuwe mogelijkheden met zich mee. Men ontdekte al snel dat je een kogel kon afschieten door kruid gecontroleerd te laten ontploffen in een geweer en later uit een kanon. En een harnas had dan ook geen zin meer, want de kogel ging daar dwars doorheen. En men besloot dan ook maar om zonder beschermende kleding net zo hard te schieten op de tegenstander als de andere deed. Je kunt je wel voorstellen dat bij zo'n manier van oorlog voeren en vechten er heel veel gewonden en doden vielen. Hier zijn we aangeland in de periode van de systemen. In deze periode gaan machines samenwerken om beter te kunnen aanvallen en verdedigen. Zo is er bijvoorbeeld de uitvinding van het machinegeweer, zoals hier een voorbeeld. Voor het eerst worden patronen gebruikt in plaats van die losse kogeltjes. Een patroon bestaat uit een hulsje, een kogel, kruid erin en een slaggoedje. En die kon samen bijvoorbeeld... We zijn nu in het vierde tijdperk, het tijdperk van de automatisering. En het F-16 jachtvliegtuig wat u hier ziet, is daar een perfect voorbeeld van. Dit vliegtuig wordt eigenlijk door computers gevlogen. De piloot die zit erin en die geeft aan dat hij naar links wil en de computer stuurt het vliegtuig naar links. En omdat hij dan altijd een beetje vaart verliest en een beetje hoogte verliest, geeft de computer een beetje gas bij en zorgt hij dat hij op de juiste hoogte blijft. Dat is dus eigenlijk de automatisering zoals het heden ten dagen nog steeds gebeurt. En het is een perfect voorbeeld van aanvallen en verdedigen. Zoals we begonnen zijn met die Bataafse ruiter. Daarom.